Leuk dat je luistert naar deze speciale Lekker Duurzaam podcast van Wordt en Naad. Met aandacht voor een duurzamer leven. Wij zijn Janneke en Martine, collega's bij Wordt en Naad. En we gaan met elkaar in gesprek over duurzaamheid, bewustwording en kringloopgeluk. Hey Martine, eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op jou. Want als vrijwilligerscoördinator kom jij heel vaak in kringloopwinkels, of niet? Ja, zeker. Wekelijks wel. En ik heb het geluk dat ik dat tijdens werktijd mag doen. Dus dat is gewoon mijn werk, kringloopwinkels bezoeken. En dat is natuurlijk superleuk. We hebben 28 kringloopwinkels bij Wordt en Daad, verspreid door het hele land. En al die winkels zien er ook elke dag weer een beetje, of elke week weer een beetje anders uit. Want er worden weer nieuwe dingen bijgezet. En dat zie ik dan allemaal voorbij komen. Word ik ook soms een beetje hebberig van. Oh, dat snap ik. Regelmatig neem ik ook wat voor mezelf mee of voor iemand anders. Ik hou heel erg van lezen, dus kijk altijd even naar de boeken. En ook kleding vind ik leuk om naar te kijken. Leuke spullen voor in huis. Hey, je kunt het natuurlijk zo gek niet bedenken of je kunt het vinden in de kringloop. Ja. Ik heb nu even iets meegenomen. Dat is deze bruine leren tas. Het is echt leer en het is een beetje een krokodillenprintje. Er zitten heel veel vakken in en ik ben heel blij met die tas. Ja, dat snap ik. En die draag je regelmatig? Ja, en vorig jaar had ik een bruiloft en toen had ik hem ook meegenomen. En toen kreeg ik heel veel complimentjes over die tas. En minder over mijn kleren die wel nieuw waren. Dus het is gewoon heel leuk omdat je iets heel origineels kunt vinden vaak. Ja, dat is inderdaad ook vaak het leuke van kringloopvondsten natuurlijk. En jij, heb jij iets met kringlopen? Ja, heel erg. Ik ben heel erg fan van kringlopen. Ik heb eens zitten nadenken, maar volgens mij ging ik vroeger op woensdagmiddag met mijn moeder en met mijn oom. Die vond het ook heel leuk. Gingen we naar kringlopen. En dan kreeg ik inderdaad vaak een boek of iets kleins, speelgoed of wat dan ook. En ik heb dus ook iets meegenomen. Ja, ik had hem om, maar ja, het was leuker om hem hier even zo tentoon te stellen. Dit is een ketting die ik echt heel vaak draag. Hij wordt een beetje krakkemikkig. Soms moet ik halverwege de dag moet ik even weer een haakje eraan zetten. Maar goed, dat is prima. Leuk. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik denk, iemand anders heeft er eerst van genoten. En nu ik weer. Ja, superleuk. Ja. Hey, kringloopshoppen kan dus heel veel geluk opleveren. En wat is voor jou de waarde van die kringloopwinkels bij Wordt en Naad? Heb je even, want daar kan ik heel veel over vertellen. Nou, begin maar. Met de kringloopwinkels heeft Wordt en Naad echt echt goud in handen, vind ik altijd. Yeah. Omdat het op heel veel manieren heel mooi is. Kijk, in de eerste plaats zijn we natuurlijk een fondsenwervende activiteit. Dus die 28 winkels brengen heel veel geld binnen voor de projecten die Wordt en Naad ondersteund in het zuiden van de wereld. Yeah. Dus dat is op zich al heel erg mooi. Daarnaast heeft zo'n winkel ook een functie in de wijk of in de stad waar die staat. Want het is het lokale gezicht van Wordt en Naad in die wijk. Mensen weten die winkel ook heel makkelijk te vinden. In elke winkel is een koffietafel. Gelukkig kunnen die ook weer open nu na corona. Ja, dat is wel lastig geweest zijn. Dat is heel lastig geweest. Ze hebben mensen ook echt gemist. Er zijn best wel veel mensen die wekelijks even binnenkomen voor een kopje koffie, een praatje. Dus altijd een luisterend oor. Ook gewoon eigenlijk een sociale functie dan zeker, erbij. Zeker, ja. Daarnaast is het voor de vrijwilligers ook gewoon ontzettend leuk. Want vrijwilligers ontdekken hun talenten in de winkel soms. Ja. Alle winkels worden gerund door vrijwilligers. Dus ze zijn ook heel erg belangrijk voor die winkels. Maar soms is de winkel ook heel erg belangrijk voor die vrijwilliger. Want ze geven soms aan van het is echt één grote familie. Ja. Ja, en natuurlijk is kringloopshoppen ook heel erg duurzaam. Omdat we ontzettend veel producten binnenkrijgen die misschien anders bij het afval terecht zouden zijn gekomen en nu een tweede leven krijgen. Ja. En daarnaast is het nog heel belangrijk voor mensen die weinig geld te besteden hebben en toch leuke producten kunnen vinden. Ja. Dus dat zijn allemaal aspecten van die kringloop. En ik vind het heel mooi dat Wordt en Naad die winkels heeft. Ja, ja, een hele mooie combi van eigenlijk heel veel verschillende. Want jij noemde absoluut dingen die ik eigenlijk zelf nog niet eens bedacht had. Maar die inderdaad wel heel ook mooi meespelen. Ja, leuk. Hey, Janneke, jij bent projectleider bewustwording bij Wordt en Naad. En waarom heeft Wordt en Naad een project bewustwording? Ja. Dat is een goede vraag. Die horen we ook wel eens vanuit de achterban. Nou, dat is altijd welkom, hè? Dat is fijn als mensen kritisch meedenken. En voor mij is het helemaal niet zo'n hele erge tegenstelling.
Vaak denken mensen bijvoorbeeld inderdaad aan acties, aan giften, aan sponsorkinderen. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat is een onderdeel van wordt inderdaad. Maar daarnaast heeft geefgedrag, dat is dus eigenlijk het geefgedrag. Daarnaast heeft leefgedrag ook heel erg invloed op mensen in het zuiden, op de projectlanden. Hoe bedoel je dat? Ja. Ik neem even een simpel voorbeeld. We hebben een cashewnotenfabriek in Burkina Faso. Nou, die cashewnoten liggen als fairtrade cashewnoten in de schappen bij de Albert Heijn. Nou, als jij daar koopt, dan zorg jij er dus mede voor dat dankzij jouw aankoop hebben de mensen daar, de boeren daar, een eerlijk loon. En dat is eigenlijk nog maar één onderdeel van het duurzamer zijn. Ja. Oké, mooi. Dus er zijn juist heel veel linken, maar het is wel een vraag die wel meer terugkomt. Ja. Maar, welkom, stel die vragen vooral. Ja. Leuk. Hey, hoe ziet een standaard dag voor jou eruit? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ik kan er eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen hoe dat dan werkt. Hey, snap ik. Ik heb eigenlijk ook geen standaard dagen volgens mij. Oké, die heb je ook gewoon niet. Nee, die heb ik gewoon niet echt. Ik probeer één keer in de week hier op kantoor te zijn. En dan ben ik vooral bezig ook met mails beantwoorden. Ja. Elke winkel heeft een bestuur en in elk bestuur zit een vrijwilligerscoördinator. Daar heb ik dan met name contact mee. Binnen een winkel werkt een groep van 20 tot 120 vrijwilligers. Dus dat zijn heel veel mensen. En daar is ook altijd wel wat aan de hand natuurlijk, want we werken met mensen. Dus daar heb ik contact over met vrijwilligerscoördinatoren. Tegelijkertijd proberen wij die besturen ook zo goed mogelijk te faciliteren. Dus we hebben een website voor de Woord en Daad winkels waarop zij hun gegevens van de vrijwilligers kunnen bijhouden, waarop ze vacatures kunnen plaatsen. Nou, ik ben vaak ook met die website bezig. Oké, echt per winkel is dat, kunnen ze dat zelf invullen? Zeker, ja. Oké, mooi. Iedere winkel kan dat zelf bijhouden. Ja. We willen ook nu een tool ontwikkelen waarbij ze roosters kunnen maken op een eenvoudige manier. Dus daar zijn we nu aan het nadenken. Oh ja. Verder ben ik regelmatig bij vergaderingen van besturen. Ik heb veel overleg met mijn collega's. Ik heb werk met 3 andere collega's binnen teamwinkels. Ja, dat soort dingen. Heb je zo'n beetje beeld? Een beetje, ja. Maar ik kan me ook voorstellen inderdaad dat het elke dag toch weer een beetje anders is. Elke dag is anders, ja. Ik denk dat je ook wel heel veel onderweg bent, of niet? Ja, ik ben veel aan het rijden, veel in die winkels te vinden. En ook 's avonds wel vaak op pad. Dus het is heel afwisselend en dat is ontzettend leuk. Ja, ja, geloof het. Veel contact met mensen. Ja, dat is altijd goed, hè? Janneke, jij doet volgens mij verschillende dingen ook bij Woord en Daad. Hè? Ik weet het geen eens heel goed, dus ik vind het wel leuk om wat over jouw werk te horen ook. Ja, nou jij zei net eigenlijk een standaard dag bestaat niet. Eigenlijk is dat bij mij ook hetzelfde. Mm-hmm. Elke dag is verschillend. We geven heel veel voorlichting, presentaties op scholen. Mm-hmm. En dat kan dan zijn op basisscholen, of voor voortgezet onderwijs, op vrouwenverenigingen. En die presentatieonderwerpen zijn heel divers. Kan over een projectland zijn of voor een actie. Oh, ja. Maar ook vragen mensen van, hey, wil je iets vertellen over eerlijke kleding of over voedselverspilling? Dus dat zijn meer echte bewustwordingspresentaties. En daarnaast ben ik op dit moment heel druk bezig met de nieuwe bewustwordingscampagne. Binnenste buiten. Een frisse kijk op spullen. Mooi. Dat is weer een heel interessant nieuw thema. En waarom moet Woord inderdaad zo'n thema oppakken, vind je? Ja, dat is wel een goede vraag. Het is spullen staat als je kijkt van hey, welke dingen en welke voorwerpen of welke manier van leven heeft de meeste impact op jouw leefomgeving. Dan staat spullen op nummer 1. En dat is eigenlijk het laatste jaar is daar door onderzoek is dat naar boven gekomen. Okay. Daar heb ik een mooi boek over geschreven. Dat wist ik niet. Nee, ja, voor mij was het ook echt een eye-opener. Het boek van Babette Porcelein, De Verborgen Impact, is legt dat heel goed uit. Ook met allemaal hele mooie infographics. En zichtbaar en duidelijk voor iedereen. Dus dat is iets dat ik denk, spullen dat... iedereen heeft met spullen te maken. Of dat je nou veel of weinig spullen hebt, je hebt ze. Ja. Wat doe je ermee? Hoe ga je daarmee om? En het raakt ook heel erg mooi aan de kernwaarden van Woord en Daad. We hebben 5 verschillende kernwaarden. Mm-hmm. En een daarvan is bijvoorbeeld medelijden. Nou, dat wil niet zeggen dat je mensen zielig vindt. Maar wel als er dingen misgaan. En dat is dus zo bij productie van spullen. Dat je probeert naast die mensen te staan. In ieder geval ervoor te zorgen dat ze
dat die hun situatie verbetert. Maar ook rentmeesterschap is een voorbeeld. Het is helemaal niet de bedoeling dat wij zoveel mogelijk graaien en zoveel mogelijk verzamelen. Nee. Want het heeft gewoon, wat ik net zei, hè, van zo'n cashewboer die dan een beter loon krijgt. Zo geldt dat ook voor de leefomgeving voor mensen in het zuiden. Als er bijvoorbeeld als er een laptop geproduceerd moet worden, daar zit goud in. Nou, goudmijnen is een echt enorm vervuilend in de omgeving waar het is. Burkina Faso is bijvoorbeeld een groot projectland van ons waar we werken. Die goudmijnen, dan worden de boeren bijvoorbeeld voor 5 jaar gecompenseerd. En bedrijf dat verdwijnt. Ja. En die boeren die blijven achter. Ja. Met een land wat gewoon niet meer, bruikbaar is. Dus dat is gewoon echt onrecht wat er gebeurt. En mooi dat daar meer aandacht voor komt. Vind je dat boek een aanrader? Ja, ik vind het zeker een aanrader. Niet alleen, want er zijn nog meer interessante boeken verschenen. Hoe handel ik eerlijk is bijvoorbeeld een hele mooie. Ja. En ook het boek van Henk Massink, Oog voor de Schepping. Dat zie je gewoon een hele mooie linker. Dat gaat niet per se over spullen, maar wel over duurzaamheid algemeen. En hoe je daar als christen tegenaan kijkt. Dus het is heel interessant om eens te bekijken. Hey, en je hebt het over die spullen. Hè? Daar zie ik ook een mooie link met kringloopwinkels. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook het leuke van deze campagne. Dat je dus als team echt, als bewustwording en ook als team winkels kunnen we samen optrekken. Ja, leuk. Wat we bijvoorbeeld bedacht hebben is dat we zeggen van hey, die week van duurzaamheid is leuk. Maar ook daarna willen we heel graag mensen nog erbij betrekken bij dit thema. Dus wat we bedacht hebben is dat we verschillende workshops gaan geven. En dat leuk. In een kringloopwinkel of in een plaats waar in ieder geval vrijwilligers van woord inderdaad actief zijn. Die daar ook in aan meedoen en deelnemen. En dan kunnen we bijvoorbeeld kijken van hey, kun je een artikel uit een kringloopwinkel recyclen? Of kun je het op een andere manier? Ja, of wat mijn wens zou zijn om een keer een repaircafé te organiseren. Ja, om te kijken van hey, die dingen die anders weggegooid zouden worden, die producten. Hoe kunnen we dat repareren? En misschien kunnen we daar zelf ook wel een beetje wijzen van. Ik ben helemaal niet technisch, maar wie weet is dat ook nog een leuke ingang. Hey, volgens mij kan jij nog uren over die campagne vertellen. Hè? En dan kon je heel veel dingen zeggen over tweedehands kopen, ontspullen, duurzamer kopen. Stel dat ik hiermee aan de slag wil, waar kan ik dan het beste mee beginnen? Ja, dat is... Even vooropgesteld, ik ben geen minimaliseercoach of ontspuldame of hoe je iemand ook wilt noemen. Dus in die zin zijn er hele leuke boekjes ook over verschenen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Op Orde van Gera van den Berg. Zij is van heerlijk minimaliseren en zij geeft eigenlijk een hele praktische handleiding van als je nu minder spullen in je huis wil, of wil zorgen dat je huis niet meer helemaal vol slipt, kijk dan eens naar, begin dan met je bestekla of wat dan ook. Dat is een super praktisch boekje, heel leuk. Zo zijn er meer. Zo'n Marie Kondo-achtige manier van opruimen. Het past niet helemaal bij mij, want het is heel minimalistisch. Dus dan moet je dus niet meer naar kringlopen. Nee. Dat is lastig. Maar ik vind een poster van Loesje in deze echt een hele goede reminder voor mezelf ook. En erop staat koopkracht. Dat is de kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt. Nou, volgens mij moeten we daarmee. Mooi. Ja, volgens mij moeten we daarmee beginnen. Ja. Ga eens kijken. Ga schatgraven in je eigen huis. Wat heb je allemaal al? Ja. Verbied het jezelf gewoon om nieuwe dingen te kopen. Ga eerst echt op onderzoek uit van hey, wat heb ik al en wat kan ik gebruiken. Ja. Mooi. Ja, dus dat zou een eerste aanzet zijn. Ja, mooi. Maar stel nou dat ik iets echt nodig heb en ik kan het echt niet vinden in mijn huis of schuur. Wat ga ik dan doen? Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Mm-hmm. Ik zou dan zeggen, ga eventjes kijken, is het te leen bij iemand? Het scheelt ook spullen in jouw huis, hè, als je het niet hoeft te kopen. Een bladblazer vind ik zo'n voorbeeld. Ja, ik vind het sowieso een beetje een onnodig product, maar ik weet dat er mensen zijn die er heel blij van worden. Waarom zou er in één straat 3 bladblazers zijn, bijvoorbeeld? Weet je wel? Of vraag aan een buurman, joh, jij gebruikt hem morgen, mag ik hem die dag erna of 's ochtends, 's middags? Dat is van alles te regelen. Ja, dat is een goede en er tip. Zijn ook hele leuke sites waar je dus echt dingen kan. Peerbuy is bijvoorbeeld een hele bekende. Je hebt bijvoorbeeld deelauto's, deelscooters, deelfietsen. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken of het is. Het hoeft niet jouw bezit te worden. Nee, leuk. Ja, mooi. Hey, stel nou dat de mensen luisteren en die willen met dit thema aan de slag. Wat heb jij dan voor tip voor ze? Ja, dan zou ik me allereerst eens in het thema gaan verdiepen. We zijn zelf hiermee in het voorjaar begonnen. En
eigenlijk wat ik al geleerd heb en hoe anders ik al nu naar winkels ga. Ik denk, nou, dat is zo'n groot verschil. Ja. Ik denk, als dat voor mij geldt, gaat dat voor anderen ook gelden. Dus lees de boeken over. Je hebt bijvoorbeeld De Waarde van de Aarde. Dat vind ik een hele mooie serie. Dat gaat ook over dat goud, die goudmijnen en wat dat voor effect heeft. Oké. Dus dat is een hele belangrijke. Nou, klimaatweerbaarheid is ook een heel belangrijk thema binnen Wortenaar. Het is een beleidsthema. Dat raakt hier ook heel erg aan. Ja, want ja. De mensen in het zuiden die moeten soms echt verhuizen. Dat is vaak niet de enige oorzaak, maar wel een van de grote oorzaken. Verhuizen omdat hun leefomgeving gewoon niet meer leefbaar is door overstroming, door droogte. We hebben boeren gesproken die zeiden, ja, we hadden vroeger een oogst- en zaaikalender en nu is het gewoon... We weten niet wanneer dat komt. Het is heel afhankelijk van het weer. En het wordt steeds lastiger om daar wat mee te doen. Dus ik zou als eerste zeggen, verdiep je erin. Ja. En denk ook aan de maker van jouw producten. Mm-hmm. Want we hebben wel eens zelfgemaakte kleding of handgemaakt. Dat is dan heel chic, hè? Maar dat is eigenlijk onzin. Want elke kleding is handgemaakt, is zelfgemaakt. Natuurlijk is de stof door een machine gedaan. Maar uiteindelijk het in elkaar zetten, daar heb je echt een mens voor nodig. Dus is alleen al dat besef is goed. Ja, goed om er op die manier over na te denken. Ja, leuk. Hoe kunnen mensen meedoen met de campagne Binnenste Buiten? Ja, leuk als je meedoet. Welkom. Je kan het inschrijven bij wordenaat.nl/binnenstebuiten. Dan krijg je elke dag een inspiratie-mail tijdens de Week van de Duurzaamheid. En wordt je dus ook uitgenodigd voor die workshops. Mm-hmm. Waarbij je kan kijken, hey, is het dichtbij mij? Vind ik het een interessant thema? Ja. Enzovoort. En alles wordt eigenlijk daarin in uitgelegd. Dus ga daarheen, zou ik zeggen. Meld je aan. Leuk, gaan we doen. Hey, en ik werd eigenlijk net wel heel enthousiast van jouw verhaal over die winkels en over die vrijwilligers. Het lijkt me dat jullie... Hebben jullie genoeg vrijwilligers of niet? Is dat lastig? Nee, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. En het leuke is dat, dat iedereen zich in kan zetten. Dat elk talent kun je wel kwijt in de winkel. We proberen ook altijd wel te kijken van wat past bij jou? Wat kun je inzetten? Oh ja, dat is belangrijk. En soms denken mensen ook dat je veel tijd moet hebben. Nou, dat is ook echt niet zo. We kijken ook naar hoeveel tijd kun je inzetten. En dat kan al 2 uurtjes per 2 weken zijn bijvoorbeeld. Oh, oké. Dan is dat veel haalbaarder voor mensen. Ja. En we kunnen gewoon niet zonder vrijwilligers. Dus het is echt heel leuk als mensen zich aanmelden. En dat kan heel makkelijk via onze website, wordinderdaadwinkels.nl. Daar kun je een overzichtje vinden van welke winkels welke vacatures hebben. En als er niks voor je bij staat, kun je gewoon even een berichtje sturen. Dan zoeken we iets wat passend is. Dan zoek je wat passend is. Nou mensen. Dus ook voor jou, Janneke. Ook voor mij. En alle luisteraars die enthousiast zijn geworden. Ja, het zou heel erg leuk zijn als er... je kan gewoon op een hele mooie, makkelijke manier... Dicht bij jou kan je toch iets leuks en goeds bijdragen. Absoluut. Mooi. Ja. Ja. Leuk. Ik wil eigenlijk nog 1 workshop eventjes benoemen. Dat is eigenlijk niet echt een workshop, maar dat is een themaavond. Die gaat op 16 november is die gepland in Harderwijk. Dat is niet alleen voor Wortenaat, dat is ook van Micha en van Gerardus, die ik net benoemde, van Heerlijk Minimaliseren. En van Carolien Luitjes, van Jij bent exclusief. Leuk. We hebben een hele leuke themaavond. Dus gaat je basisgarderobe, wat wel of niet. Maar daarnaast gaan we ook kijken naar de cijfers achter de kledingindustrie. En wat heeft dat nou voor effect als jij duurzamer koopt? Ja. Lijkt iedereen me heel welkom. Ja, ook op de site Binnenstebuiten is daar ook meer informatie te vinden. Leuk. Hey Bettine, volgens mij hebben we heel veel verteld. Zeker. Heb jij nog een tip, een uitsmijter, een afsluiter? Of zeg je dit, kom gewoon naar die kringloopwinkels? Ja, je kan op onze website heel makkelijk zien welke winkel waar zit. En doe eens een leuk rondje op een zaterdag. Ja. Dat is echt een aanrader. Ja. Ik snap het. Nou Bettine, bedankt voor dit gesprek. Jij bedankt. Het was erg leuk om elkaar zo even te spreken. Dankjewel dat je luisterde naar deze speciale Lekker Duurzaam podcast. Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar lekkerduurzaam@wortenaat.nl.